Op 14 april 2015 vond de hoorzitting plaats in de rechtszaak die Urgenda samen met 900 mede-eisers heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat. Urgenda is de klimaatzaak gestart omdat de Nederlandse overheid te weinig maatregelen neemt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Een unieke rechtszaak over ons klimaat. Voor het eerst in de geschiedenis sleept een grote groep ongeruste burgers de staat voor de rechter vanwege het milieu. Hearings begin today in The Hague over a class action lawsuit involving almost 900 people. Urgenda wil namens 900 mede-eisers dat de regering meer gaat doen om de klimaatverandering tegen te gaan en burgers te beschermen. Op dit moment koersen we af op 4 tot 6 graden opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw. Met als gevolg een onleefbare planeet voor toekomstige generaties. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, zou de aarde met maximaal 2 graden mogen opwarmen. Urgenda en haar mede-eisers zijn van mening dat de gevolgen van de opwarming van de aarde, en meer in het bijzonder de gevolgen van de dreigende opwarming met 2 graden of meer, hun rechtens te respecteren belangen raakt en dat zij daarom gerechtigd zijn de Nederlandse staat aan te spreken op diens bijdrage aan die opwarming van de aarde. Alle landen van de Verenigde Naties, en dus ook Nederland, stelden in 2010 vast dat de aarde met niet meer dan 2 graden mag opwarmen. En dat het daarvoor noodzakelijk is dat alle geïndustrialiseerde landen hun CO2-uitstoot voor 2020 met 25% tot 40% ten opzichte van 1990 reduceren. Ondanks de erkende noodzaak van een 25% tot 40% reductie per 2020 is een dergelijke reductie geen beleid in Nederland. Nederland staat bijna helemaal onderaan als het gaat om groene energie. Alleen Malta en Luxemburg doen het slechter. The Netherlands has a reputation as a progressive country, but on carbon emissions, it's not progressive at all. Forget the iconic windmills and bicycles. The Netherlands still relies heavily on coal-fired power plants. And the country's goals to cut emissions are much less ambitious than other European countries. De Nederlandse staat doet dus niet voldoende om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. En vindt ook niet dat burgers een beroep op de rechter kunnen doen om tegen klimaatverandering beschermd te worden. Geachte rechtbank, rechtelijk ingrijpen als geëist door Urgenda is om meerdere redenen niet op zijn plaats. In de eerste plaats niet omdat de keuze voor een bepaald reductieniveau een politieke en beleidsmatige afweging noodzakelijk maken. En die afweging dient in onze parlementaire democratie gemaakt te worden door de regering en door de wetgever. Zij zijn democratisch gelegitimeerd om dit soort keuzes te maken. Volgens Urgenda is het wel de taak van de staat om haar burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering te beschermen. In een democratische rechtsstaat is ook de democratisch gekozen regering gebonden aan de grenzen van het recht. En het is de grondwettelijke taak van de rechter om daarop toe te zien en de regering zo nodig te corrigeren. Urgenda vroeg politici in Den Haag wat zij van de klimaatzaak vinden. Waarom is het nodig dat Urgenda de staat aanklaagt? Nou, wij praten hier heel veel met z'n allen, hè, met de minister. En dan ga je ook stemmen over, gaan we nou wel iets doen aan klimaatverandering of niet? Gaan we iets doen aan alle stoffen die we uitstoten in de atmosfeer, waardoor de zeespiegel stijgt en waardoor het veel harder regent en zo? Maar dan kom je tot een conclusie, we gaan wel doen, iets doen of niet. Maar we doen niet genoeg. Echte goede maatregelen nemen om die opwarming van de aarde tegen te gaan, die neemt de regering niet en de Kamer is ook niet geïnteresseerd genoeg. Er moet nog heel veel gebeuren en ik begrijp ook daarom heel goed dat mensen rechtszaak willen aanspannen. Er moet echt iets gebeuren en als in de politiek de meerderheid het roer niet om wil, ja, dan moet de rechter maar oordelen. En ik vind het ook heel belangrijk dat er een uitspraak komt en daarna ga ik kijken wat ik ermee ga doen. Vanwege het bijzondere karakter van de klimaatzaak wordt deze met groeiende interesse in het buitenland gevolgd. Om deze reden vertaalt Urgenda alles in het Engels, zodat ook burgers in andere landen een zaak tegen hun eigen overheid kunnen starten. Zo is op 1 december 2014 in België al een tweede klimaatzaak gelanceerd. Kijk voor meer informatie, foto's en video's op www.urgenda.nl/klimaatzaak.